Welkom bij alweer een nieuwe talkshow van NL Sport. Vandaag hebben we in de studio Britt Wortel. Zij speelt in het Nederlands ijshockeyteam. Britt, je hebt heel veel gereisd, heel veel gespeeld, wereldkampioenschappen gespeeld. Dat lees ik allemaal: Frankrijk, Letland, China, Italië, Zuid-Korea. Je hebt meer van de hele wereld gezien dan de meeste van ons. Hoe gaat het allemaal in zijn werk? Wat heb je allemaal gedaan om zo ver te komen? Ja, ik ben eigenlijk op mijn derde ben ik al begonnen met ijshockey. Of ja, met schaatsles bij Amsterdam. En ja, daar heb ik mijn hele jeugd verder gespeeld. En 2 jaar geleden ben ik naar Geleen gegaan om daar te spelen. Met ijshockey? Ja, met ijshockey. Ja, niet met schaatsen. Ja, want de vraag, Jos, is niet zo gek. Want het is natuurlijk wel een sportdame die hier naast ons zit. Ja, dat is heel duidelijk. Want je hebt van alles gedaan. Vertel eens in die jeugd. In de jeugd ben ik 4 keer kampioen geweest. En daarna heb ik met het Nederlands team 5 WK's gespeeld, een Olympisch kwalificatietoernooi. Ja, maar je hebt ook andere sporten gedaan? Ik heb van alles gedaan. Ik kan beter vragen wat ik niet heb gedaan eigenlijk. Maar ik ken je ook van Ajax. Ook nog, ja. Vertel eens. Wat heb je daar nou gedaan? Bij Ajax? Ja. Een paar keer meegetraind alleen. En dat kwam omdat je op de toekomst was en je een balletje stond hoog te houden? Ja, naar vriendinnen kijken die van school, die daar in de klas zaten. Dus ja, toen heb ik maar meegedaan. Ja, ja. Maar als je daarin door was gegaan, was je misschien ook heel goed geworden. Ja, misschien wel. Ja. Hoe is dat ijshockey? Je zegt, ik was 3 toen kreeg ik schaatsles. Hè? Hoe is dat eigenlijk in zijn gang gegaan? Want je komt uit Zandvoort, daar is geen ijsbaan. Mijn vader die werkte in het casino. Ja, dus dat 's avonds was hij sowieso altijd in Amsterdam en dan ging hij altijd wedstrijden kijken. En een vriend van hem die ging lesgeven en die zei van ja, laat een keer meedoen. En papa dacht van ja, die valt 3 keer en dan is ze er klaar mee. Maar dat bleek toch niet zo te zijn. En na een jaar word je geselecteerd voor je eerste team en dan langzaam ga je steeds verder. Leuk hoor. Dus. Ja, Jos zei het net al, hè? Al die wereldkampioenschappen die je gedaan hebt. Frankrijk 2013, toen won je zilver. In Letland het jaar daarna de 4e plek. In China het jaar daarna weer een zilveren medaille. Toen gingen jullie in 2016 naar Italië. Daar degradeerden jullie naar de tweede divisie. Maar nu ben je net terug uit Zuid-Korea, daar waar volgend jaar de Olympische Spelen zijn. Ja. En dat was wel heel bijzonder, geloof ik. Je won de eerste 4 wedstrijden met het Nederlands team. Ja, klopt. Die wonnen we eigenlijk best makkelijk. Alleen de laatste wedstrijd tegen Korea hebben we 2-0 verloren, waardoor we tweede zijn geworden. Weer zilver. Ja, klopt. Ja. Maar die Koreanen die hebben een enorme voorbereiding, geloof ik. Ja, die zeker. Doen het heel anders dan hier in Nederland het geval is. Nou ja, op zich, vroeger waren ze ook niet zo goed. Dan wonnen we altijd van ze. Maar ja, door de Olympische Spelen, als je de Olympische Spelen host, dan ben je automatisch gekwalificeerd. En die hebben toen gewoon een zak met geld gekregen. En die hebben 2 jaar geleden alle meiden bij elkaar gehaald. In een resort gezet en fulltime 2 keer per dag laten ijshockeyen. Niet naar school, alleen maar ijshockeyen. Nee. Ja, dan kom je natuurlijk in Nederland. Het is wel een verschil, maar ja. Zou je zoiets willen? Ja. Toch wel? Ja, niet je hele leven lang, maar voor een paar jaar. Nu zou dat toch wel zouden we heel ver kunnen komen, helemaal omdat we nu ook een heel jong team hebben waar we alles mee doen. Maar ja, vergeleken bij wat ze daar doen en de landen die Olympische Spelen organiseren, die zijn allemaal zo'n stuk vooruit. Dan wordt het wel heel moeilijk natuurlijk met 2 keer in de week trainen. Ja. Je zei, je speelt nu bij Geleen. Ja. Je hebt nog bij andere clubs gezeten? Alleen bij Amsterdam daarvoor. En wat bracht je in Geleen? Ja, ik ben op een trainingskamp geweest in Geleen in de zomer. En ja, daar contact gemaakt met jongens en die zeiden van ja, kom hier spelen. En ik zei ja, wat moet ik hier? Maar ja, ik wilde ook weg uit Amsterdam, want dat liep allemaal niet meer zo. En ja, toen was de vraag van ja, twijfel je echt om hierheen te komen? En toen zei ik ja, niet wetende dat die jongen assistentcoach zou worden. En dat die gelijk de coach heeft ingelicht met een vergadering. En dat ik die avond, dezelfde avond nog een telefoontje kreeg en eigenlijk gelijk ja heb gezegd. Leuk joh. Maar het grappige is, je speelt dus in het Nederlands damesteam, maar je speelt in een competitie in Geleen bij de mannen, het enige meisje. Ja, klopt. Het damesniveau in Nederland is niet mega goed. Het is vandaar dat ik ook bij de jongens ben gaan spelen. Of ja, eigenlijk van jongs af aan al. Want in Amsterdam had je nooit een vrouwenteam en toen heb ik het geluk gehad dat ik bij de jongens gezet ben van jongs af aan.
En hoe is dat? Want ja. Je bent als vrouw toch minder sterk. Je bodychecks zullen niet zo hard aankomen als die van de mannen. Ja, op zich, het is wel van jongs aan, dus je groeit wel heel erg met die jongens mee. En qua inzicht, qua techniek moet je dat gewoon oplossen en misschien een beetje compenseren af en toe. En dat doe je? Ja, zeker. En hoe doe je dat? Ja, gewoon technisch zijn, slimmer spelen. Ja, het komt wel goed. Je staat niet alleen, je hebt nog vier jongens om je heen en een keeper. Dus. En wat is je positie in het veld? Verdediger. Klopt, interessant hoor. Jullie hebben ook een OKT gespeeld, hè, in Spanje? In Spanje, ja. Vertel daar eens iets over. Ja, het is eigenlijk een beetje hetzelfde verhaal als het WK. Mm. Alles winnen en de laatste beslissende wedstrijd verliezen tegen Italië. Italië, ja. Wel twee keer Nederlands kampioen, al? Vier keer, ja. Oh, vier keer al? Vier keer. Hallo. Ja, en de laatste twee jaar hebben we wel de play-offs gehaald, maar tot de halve finale. Wat is zo leuk aan ijshockey? Ja, ik vind vooral, je wordt zo hecht met je team. En ja, de sport, je kan al je energie erin kwijt. En ja, je moet en schaatsen en tactisch. Eigenlijk komt alles bij elkaar, vind ik. En hoe hou je je hoofd boven water tussen al die kerels? Ja, een beetje bij de hand zijn, een beetje bluffen, ja. En wat wij als slechte mannen dan ons gelijk afvragen, hoe zit het met douchen? Ja, ik begon met elke keer een eigen douche, eigen kleedkamer opzoeken. Maar ja, op een gegeven moment staat de hele bus op jou te wachten. En, weet je, die jongens zijn ook allemaal oud genoeg. Die hebben allemaal een vriendin, dus het komt wel goed. Ja, ik vind het flink. De dochter van een vriend van mij, die speelt in New York. Die heeft daar een scholarship gekregen. Dan moet je volgens mij voor goede huizen komen. Die krijgt dus een opleiding, die volgt gewoon school. En daarna continu met ijshockey bezig. Ik geloof 4-5 keer in de week trainen. Dat kost een godsvermogen, maar als je zo'n scholarship krijgt, ja, is dat natuurlijk prachtig. Zou je dat ook ambiëren? Ik heb er wel naar gekeken, maar ik ben nu te oud daarvoor. Dan moet je 16 zijn, wil je daarheen gaan. En je hebt bij heel veel scholarships dat ze mij dan een contract laten tekenen als ze 14 zijn, als ze nog niet eens naar die school toe gaan. Dus daar ben ik nu een beetje te laat. Nu heb ik niet meer. Nee. Smokeeters in Geleen is tweede divisie? Ja. Ja, eerste divisie is het, maar de tweede divisie in Nederland. Ja, ja. Maar jullie spelen ook in het buitenland, hè? Of is dat alweer over? Dat je ook naar Duitsland moet voor wedstrijden? Nee, volgend seizoen wil het Nederlands team. Die wil waarschijnlijk in de Duitse competitie gaan spelen. Of ikzelf alleen, dat kan ook. Maar dan kom ik terecht in een vrouwenteam. En dat heb ik in Zweden ook gehad aan het begin van dit jaar. Ben ik op try-outs geweest. En ja, dat was gewoon niet zo mijn ding. Nee, vertel eens, want je gaat op try-out in Zweden. Daar word je eigenlijk voor uitgenodigd. Hè? Mm-hmm. Die mensen willen je graag. Je gaat er naartoe, je vliegt er naartoe. In je eentje, alles in je eentje. Mm-hmm. Hoe gaat dat dan? Ja, ik had geluk. Ik ken al een paar meiden die daar spelen. Want er spelen nog drie meiden van het Nederlands team. Dus ik kon ook bij hun in huis en dat was gewoon heel fijn geregeld allemaal. Maar ja, ik heb meegetraind en het niveau was wel goed, maar het is toch een heel ander spelletje dan bij de jongens. En ik vond de sfeer zo ook gewoon, dat is gewoon zo'n groot verschil. En dus pak je de volgende dag het vliegtuig en zegt... Ja. Ja, er zijn een hoop mensen die me voor gek verklaren, maar dat is wel de keuze die ik toen gemaakt heb. Heeft de taal daar een rol in gespeeld? Nee, niet echt, want het is een heel internationaal team. Dus iedereen spreekt Engels. Dus dat maakt niet zo heel veel uit. Okay. Wat is je ultimum doel? Wat wil je bereiken? Nou, nu gaan we ervoor om over 5 jaar toch de Olympische Spelen te halen. Want ze willen waarschijnlijk ook iets uitbreiden qua teams die mogen deelnemen. En verder met de jongens Nederlands kampioen worden. Is er een kans dat jullie van NOC-NSF steun krijgen? Wordt gezien dat het belang van dat ijshockeyteam groot is? Ja, ze zijn er wel heel erg mee bezig, maar er is nog niet echt iets concreet duidelijk. Nou, ben je Zandvoortse? Je gaat naar Geleen. Hoeveel maanden zit je daar? Hoeveel maanden ben je in Zandvoort? Eigenlijk zit ik het hele winterseizoen, het hele ijshockeyseizoen daar. Dus ik denk dat ik 3,5 maand in Zandvoort ben in de zomer. En weten ze in Zandvoort dat je zo goed bent? Ben je bijvoorbeeld uitgekozen als sportvrouw van de stad of van het dorp? Of? Nou ja, we hebben elk jaar een bijeenkomst met allemaal topsporters en alle kampioenen die gehuldigd worden. En daar hoor je ook bij, dat weten ze. Ja, daar hoor ik bij, ja. Ja, leuk. En we hebben heel vaak in het Zandvoort krantje of op de radio van Zandvoort dan
toch, het is een klein dorp, dus de meeste mensen die weten het wel. En zijn trots op je. Ja. Okay. Wanneer ga je besluiten om eventueel in Duitsland te gaan spelen bij die Women International Hockey Club of Hockey League? Ja, EWHL is ook nog een optie, dan gaan we niet naar Duitsland. Dat is een Europese competitie. Maar dan krijg je dus meiden die op school zitten, moeten werken en dat je gewoon om het weekend weg bent met een maandag, met een vrijdag erbij om wedstrijden te spelen. Dus ja, of dat voor iedereen haalbaar is, is nog niet... Dat is moeilijk om te combineren. Ja. Ja. Maar hoe moet ik me voorstellen, heb je een contract? Word je gesteund financieel of betaal je alles zelf? Nou, zeg maar, de reizen en alles wordt betaald. Uh-huh. En ja, spullen krijg je, of ja, je krijgt soms iets, maar je kan ook, de rest is allemaal inkoopprijs en zo, dus dat scheelt heel veel. Maar zoals de WK's en zo, dat wordt allemaal nu betaald. En als je weggaat of... En prof worden voor dames, dat is niet weggelegd? In Nederland niet, nee. Nee. Enig idee waarom het in Nederland niet zo is en in andere landen wel. Ik bedoel, als je ik denk gewoon puur omdat het in Nederland veel minder leeft, de sport. Heb je enig idee waarom? Ja, onbekendheid. Ja, ik weet het niet. Dus heel veel mensen die de eerste keer komen kijken, die komen dan wel vaker. Dus na één keer vinden ze het wel interessant, maar ik denk dat die eerste stap, ja, je kent niet heel veel mensen die ijshockeyen. Je komt gewoon iets minder snel mee in aanraking dan... Maar je ziet dat het zo razend populair is in Amerika. Ja, de stadions vol. Ja, in Canada, hè? Ja, in Canada was het ook aardig druk, ja. Zijn er scouts die naar jullie kijken en wellicht met een contract een keer komen? Ja, je hebt op trainingskampen natuurlijk wel, maar een scout die komt niet snel naar Nederland, nee. Dan moet je echt... Dus je moet er echt in. Eigenlijk hun opzoeken, ja, en via heb je heel vaak dat je gewoon geluk hebt dat je ergens... Maar ze hebben je wel in de Olympische stad... In het Olympisch stadion zien spelen natuurlijk. Niets gehoord nog. Nee, dat hoor je nooit. Daarvan. Nee. Het komt later allemaal. Spannend hoor. Wat wordt je eerst volgende grote wedstrijd of grote toernooi? Nu is het heel veel rustig. Maar we krijgen na de Olympische Spelen beginnen weer de nieuwe kwalificatiewedstrijden. We hebben volgend jaar april voor het WK weer. En september begint het seizoen weer. Jongen, het wordt knap druk voor je. Ja. Nou, hartstikke leuk, joh. Hey, enorm bedankt dat je hier was. Ik vind het heel leuk om toch iets meer van ijshockey te horen. Leuk om te zien en te horen dat je zo enthousiast bent. Ik wens je heel veel succes in je toekomst. Maak er wat moois van. Ja, dankjewel. Oké, bedankt. Sorry. Dit was weer een leuke uitzending van NL Sport. Graag tot de volgende keer met weer nieuwe gasten en nieuwe gebeurtenissen. Tot ziens.